This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Hi, hi, hi everyone. Ja, welkom bij een nieuwe video. Ja, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik een lifestyle video. Ja, lifestyle. Dat kan bijvoorbeeld zijn, hoeveel calorieën is één paas eitje? Wat kunnen we doen tegen depressies? En de eerste dat ik ga doen is, zoveel calorieën zitten er in één paas ei? Paaseieren liggen al in de winkel, meestal in februari, samen met Valentijn. De schappen in de winkels zijn dan al redelijk goed gevuld. En de kans is dus heel groot dat jij er ook al hebt liggen van snoepen. Niet waar? Het is bewezen dat chocolade heel verslavend is en dat het vooral wonderen doet in jouw seksleven. Die kleine paaseitjes, die lijken eigenlijk wel heel onschuldig. Maar er zitten meer calorieën in dan dat jij denkt. Volgens een onderzoek van HEMA eten we jaarlijks zo'n 1 miljard paaseieren. Wat neerkomt op ongeveer 47 choco-eitjes per persoon. Zo'n 1 eitje bevat ongeveer 45 calorieën. Dit geldt natuurlijk voor witte en melkchocolade. De zwarte chocolade is ongeveer 40 calorieën per paaseitje. Hè? Een simpele rekensom leert ons dat we per persoon 2100 calorieën aan paaseieren naar binnen eten. Als we Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid, mogen geloven, zou dit per persoon best nog wel kunnen meer zijn. Dus de kans is namelijk heel groot dat jij er meer dan 47 eet. Paaseitjes zijn ontzettend verleidelijk omdat het kleine hapjes zijn die je gemakkelijk tussendoor eet. En daarnaast zijn ze slim verpakt. Ze hebben allemaal verschillende kleuren en ook andere smaken. Daardoor wil je ze allemaal proeven, waardoor je er meer van eet. Nu, de grote vraag is wat jij moet doen om zo'n 1 paasei te kunnen verbranden. Denk aan zo'n 10 minuten wandelen, ongeveer 8 minuten fietsen of 5 minuten hardlopen. Zo, dat waren de paaseitjes. Dit gebeurt er met je lichaam als je 10 jaar de pil slikt. Over de anticonceptiepil gaat er altijd verschillende theorieën rond. De een beweert dat de pil je minder vruchtbaar zou maken en de ander is zelfs bang dat je geheugen aantast. Ik zocht het uit en tijd voor wat opheldering. Want uit onderzoek blijkt dat we ons een stuk minder zorgen moeten maken. Het onderzoek heeft bewezen waarin eigenlijk alleen maar geruststellende berichten naar voren kwamen over de pil. Vooral als het moment gekomen is waarop wij stoppen met de pil, hoeven we nergens voor te vrezen. Heel veel vrouwen zijn bang dat hun vruchtbaarheid wordt aangetast door de pil. Maar niks is minder waar. Direct nadat je gestopt bent met de anticonceptiepil, kan je opnieuw zwanger worden. Meer zelfs. Je bent zelfs even vruchtbaar als iemand die nog nooit de pil heeft geslikt. Als je de pil slikt, zitten daar naar verluid positieve kanten aan. Uit het nieuwe onderzoek komt namelijk dat vrouwen die de pil langer dan 10 jaar slikken, een beter geheugen ontwikkelen en kritischer denken. De onderzoekers verklaren dat het hormoon oestrogeen stabiliseert. En dit heeft weer het effect op het hormoon progesteron. En laat precies dat een belangrijk hormoon zijn als het aankomt op de groei van je hersenen. Dus met andere woorden, is de pil toch nog ergens goed voor? Oké, het volgende dat we getest hebben. Helpt knoflook om beter te slapen? Je slaapt beter met een teentje knoflook onder je kussen. In knoflook zitten namelijk zwavelhavende stoffen die in combinatie met aroma een kalmerende effect hebben. Wees niet bang dat 's morgens je hele kamer naar knoflook ruikt. Je zult van de geur alleen iets merken als je op je hoofdkussen ligt. Een bijkomende voordeel is dat je de muggen op afstand houdt. Naast een middel om slaapkwaliteit te verbeteren, is knoflook een natuurlijk antibioticum. Want dat helpt om het spijsverteringskanaal schoon te houden. Het bevat antioxidanten die een ontstekingsremmende en herstellende werking hebben. In knoflook zitten trouwens ook heel veel scala aan mineralen. Zoals bijvoorbeeld kalium, calcium, fosfor, magnesium en zink. En natuurlijk ook een aantal B-vitamines. Maar om de effecten hiervan te ondervinden,
moet je wel heel veel knoflook eten. Zo één teentje knoflook weegt namelijk maar 6 gram. Maar het is natuurlijk ook niet aan te raden om meer dan 3 knoflooksteentjes per dag te eten. Een gevolg van te veel aan knoflook kan bijvoorbeeld duizeligheid vanwege bloedarmoede zijn. Of zelfs dat de rode bloedcellen aangetast worden. Je maag- en darmslijmvlies kunnen beschadigd raken, waardoor je darmwand minder goed voedingsstoffen opneemt. Je zult ook een zwaardere zweetlucht krijgen en vooral ook uit de mond ruiken. Dus voor onder je hoofdkussen te leggen maakt de hoeveelheid eigenlijk niet uit. Dus je mocht er wel een paar steentjes onder steken. En dit mag echt wel met de schil en alles aan. Oké, genoeg over knoflook. Een warm bad doet wonderen tegen depressie. Niets is zo lekker als een warm bad na een lange dag. Dit is het ultieme moment om even te relaxen en tot jezelf te komen. Maar volgens de onderzoeken lijkt het warm water meer voordelen te hebben dan dat jij denkt. Het helpt namelijk beter tegen depressies. Een depressie is erg complex en vereist uiteraard meer dan zo'n simpele bezigheid als even in bad te gaan liggen. De tijd die je in bad doorbrengt zal je depressie niet wegnemen. Maar een nieuwe studie toont aan dat het wel depressiegevoelens doet verminderen. Het doel van de studie was om te kijken wat depressiegevoelens meer zou verhelpen. Een warm bad of lichamelijke oefeningen. 45 mensen die lijden aan depressie werden onderverdeeld in 2 groepen. De eerste groep moest elke dag een half uur badderen in een temperatuur van 40 graden Celsius. De tweede groep moest 2 keer per week 45 minuten aerobic oefeningen doen. En dit moesten de kandidaten 8 weken lang volhouden. Wat bleek? Dat de proefpersonen die elke dag een warm bad namen, scoren gemiddeld 6 punten lager op de depressieschaal dan toen het onderzoek begon. De groep die regelmatig sportte, scoren slechts 3 punten lager. De onderzoekers vermoeden dat het wonderlijke effect van een warm bad te maken heeft met je slaap-waakritme. Dit regelt je lichaamstemperatuur die zo het functioneren van je organen beïnvloedt. Mensen die lijden aan een depressie hebben vaak een verstoord of een vertraagd ritme. Door regelmatig hun lichaamstemperatuur te verhogen, verbeteren zij het ritme, waardoor depressieve symptomen verminderen. Oké, de volgende gaat over waarom je een waterkoker niet voor de tweede keer moet aanzetten. Als er nog een laagje water in de waterkoker zit en je hebt zin in thee of koffie, is de kans heel groot dat je hem voor de tweede keer aanzet, zonder het water te vervangen. En dat kun je maar beter niet doen. Water voor de tweede keer koken is iets wat velen onder ons doen. Niet alleen voor het gemak, maar ook voor tegen de verspilling in te gaan. Onderzoekers zeggen dat je toch beter het oude water kunt weggooien. Want als het water voor de tweede keer kookt, zorgt dit voor een platte smaak. Want opnieuw koken haalt al het zuur en de stikstof uit het water, waardoor je vies water krijgt. En dat smaakt je koffie en thee niet zo lekker. Wel, aan de smaak van de koffie of thee ga je dat niet zo echt merken. Maar je gezondheid zou er wel kunnen onder lijden. En dat is natuurlijk wel van belang. Kook jij het water voor de tweede keer, dan loop je het risico dat bepaalde concentraties versterken. Nitraten en fluorieten, deze worden steeds geconcentreerder bij iedere kookbeurt. En zal je dus meer binnenkrijgen. Terwijl je juist die stoffen zo min mogelijk in jouw lichaam wilt binnenkrijgen. Wil jij dus zo zuiver mogelijk water en hou je ook niet van verspilling? Zorg er dan voor dat je jouw waterkoker dan niet te vol doet. Op die manier moet je niet te veel verspillen. Zo lieve kijkers, dit was mijn lifestyle video. Ik hoop dat jullie er toch van genoten hebben. Doe alvast een dikke duim omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En vooral het belletje aan te klikken naast de abonneerknop. Want zo krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video post. Deel ook mijn video's met andere mensen. Zoals met familie, vrienden en kennissen natuurlijk. Of zelfs in de groepen van Facebook of whatever je hebt van sociale media. Deel dat zoveel mogelijk. En dan zie ik jullie terug in de volgende nieuwe video. Doei! This is me, I'm so royal, and you all wanna
wanna be round.